Op 9 mei werd de herinneringsplaquette ter ere van de Zittische troubadour Frits Rademacher bij zijn ouderlijk huis op het Kerkplein onthuld. Wij vroegen aan de zoon Hans Rademacher hoe hij het monument beleeft. Voor mij is het ontroerend. Er zit een enorme geschiedenis aan vast, een familiegeschiedenis die ik ken. En het is net of het is altijd vloeibaar geweest. En hoe is het gestold in één moment? En ik zie dat er het wezen heeft getroffen van wij mijn pap woor. Loewende klokken van Limburg Meeloijn. Loewende klokken versterken de boy. Laat eens eens horen, wat staat er gebeuren. Loewende klokken van Limburg Meeloijn. Meneer Schoffelen, hoe bent u tot dit ontwerp gekomen? Ik kreeg de opdracht om Frits Rademacher daar een portret van te maken. Ik ben naar de plek gaan kijken waar het moest komen, want je bent afhankelijk van de plek, van de maatvoering van de plek. En die maatvoering die stond vast en de omgeving ook. En dan begin je eigenlijk met niks. Je hebt niks, maar je moet toch tot een idee komen. En dan ga je schetsen, ideeën opzetten. En ik heb dus een stuk of 6 ideeën opgezet. En daar langzaam groeit dan een vorm uit. Dan zeg je, daar wil ik naartoe. Ik ben te werk gegaan, dus met eerst plaats in Bas. Daar werk ik wel heel graag in. Ik heb er ook heel veel mogelijkheden in. En ik ben eerst uitgegaan van verschillende elementen die ik door elkaar gezet heb. Je ziet hier in het ontwerp iets van klokken, maar het is heel schetsmatig gehouden. Hier is dat meer een soort herinnering aan hem, een soort droom. En dat zijn allemaal bewegingen, lijnen van melodieën zoals hij zijn liedjes zingt. En ook van het Limburg landschap een beetje. Een ander idee, dit is meer de figuur zelf. Een figuur waar die zijn instrument vergroeit met zijn lichaam. Dat is eigenlijk die. En attributen zitten hier onderaan, als symbool. Maar in wezen is muziek en hij, zoals hij altijd heel sober gekleed was, vergroeit als één geheel. Bij dit ontwerp zie je dat het al meer karakter krijgt, meer vorm krijgt. Hier heb ik die figuur, zijn viool hier echt naar voren toe getrokken. Ja, dat meestal aan, daar ging het om, vanuit de diepte eigenlijk. En die grote vlakken, dat is ook hoe eenvoudig hij ook altijd gekleed is. En ook ten opzichte als variatie weer op zijn viool. En dan heb ik links de muziek die hij maakte, die bewegingen, samen met dat landschap, wat ik die alle andere elementen ook al had. Maar hier vergroeit je toch nog meer samen en wordt het een beweging, een activiteit. Vergewone vanmiddag. Met nummer door het leven en het werk van Frits Rademacher. Dadelijk 9 mei, dan is het zoiets. Dan kunt er aanzien, geboortehoes en de gevel voorzien hoes. Kunt een schoon plakketten te hangen. Ik wil hier wandelen, zeg ik zacht eens melodie. De schoonste jaren van die leven. Die hou ik wie ik hier nog zout. En wat mij doet, wordt metgegeven. Ja, dat begreep ik nu is goed. Deks ken ik nu zo echt verlangen. Naar het oude schoes, wie dat er steht. Naar al dat schoons, dat is vergangen. Mijn oude schoes, vergeet ik niet. Door het eens mijn weiche stange leerde mich mijn moeder bij, heb ik wel een straf gekregen. Ja, we staan hier bij het bronzen, wat pas terug is uit de bronsgieterij en waar ik aan moet beginnen om het af te werken. Dat is op zich al een hele klus, want je ziet hier dat het sommige plekken heel grof is. Dat komt ook door de schermot. Daar vormt zich iets lucht tussen en daar loopt een brons in en dan is iets wat toch weer weg moet hakken. En je krijgt ook van die lijnen erop, die dat komt door de gravel, die krimpt door de hoge temperatuur die er nodig is om die was hier in de vorm zit, om die weg te laten lopen. En dan krijg je hele kleine dunne scheuringen en dat
is hier zichtbaar en dat moet dan allemaal weer weggehaald worden en gecorrigeerd. Ik ben uitgegaan uiteindelijk van iemand die er niet meer is, dan maak je een foto van dat lijstje in als herinnering. Kan ik me herinneren aan mijn eigen ouders en mensen die ik goed gekend heb. Maar ik vond hier eigenlijk dat ik dat toch heel levendig moest houden. En vandaar heb ik die bewegingen die er altijd zijn, ook in de achtergrond, heel eventjes zichtbaar gelaten. Dat er altijd een activiteit die verheven zich dan eromheen, om het portret van hem heen, waar die ene keer verheven wordt. Dat vond ik eigenlijk wel heel belangrijk, want als dit glad zou zijn geweest, om iets te noemen, dan zouden het plekken worden. En dat ben ik op deze manier, kon ik dat voorkomen. Dat is inderdaad zoeken naar een oplossing en mogelijkheden die je dan tegenkomt. Want je ziet ook dat zo'n figuurtjes die hier zitten, qua vorm weer verbanden kunnen leggen die er zijn. En dat maakt voor mij dat beeld dan ook sterk. Je ziet hier dat de figuur ook centraal staat. Dat vond ik wel belangrijk. En ook dat hij het meest naar voren toe komt. En van daaruit naar links en rechts en boven de attributen zich manifesteren om hem heen. Maar waarom in brons? Brons vind ik op dit moment ook toch wel het sterkste materiaal. Je kunt het wel in beton gieten, je kunt het in steen hakken, je kunt het in polyester maken. Maar als je een polyester maakt, om iets te noemen, polyester is nooit zo sterk dat je zegt, nou, daar komen geen beschadigingen aan. Als iemand met een stuk ijzer komt en het slaat hierop, dan slaat hij er stukken uit. En dat wilde ik per se voorkomen. Dat vind ik eigenlijk, dat kan niet bij zo'n portret zo is er iemand, dat mag niet. En daarom ben ik bij brons gekomen, omdat het sterkste materiaal is, wat ik me überhaupt kan voorstellen. Maar ook, dat kan 1000 jaar oud worden, dan is het nog precies hetzelfde. Zo sterk en zo goed is dit van kwaliteit, dit soort brons. Laat me van die Limburg zijn. Wie moet de lui Frits Rademacher herinneren? Ik denk dat mijn pap zou zeggen, ze moeten mijn leedjes herinneren en ze moeten mij niet herinneren. Maar ik denk dat we het wel heel leuk zou gevonden hebben als ze over een petitje nog wel weten waar is. De man in het mooie pak met de gitaar, die gewoon bescheiden zijn leedjes zingt en ervan geniet op het moment dat de hele zaal meedeed. En ja, dat is ook het wezen van mijn pa. Dat vond ik ziek. Wat ten eerste houdt in dat je een kleur opbrengt op het brons. En dat wil zeggen, dat heeft te maken met welke kleur dat ik toepas. Heeft te maken met het thema wat het is. En je probeert dus dat karakter wat je wil oproepen door kleur te verstevigen en te versterken. Die kleur die moet altijd erin blijven, die moet blijven. Die wordt dus met hitte in de brons aangebracht. En hij, als het ware, vermengt hij zich met dat brons en dan krijg je een kleur die blijft zitten. En het is natuurlijk qua levendigheid en beweging, is dat toch wel om die dingen te zeggen wat je wil zeggen, vind ik, is toch belangrijk om die kleur zodanig aan te brengen dat het beeld het meer levendiger wordt en meer tot zijn recht komt, vind ik. Wat heeft hij zelf met Frits Rademacher? Nou, toen hij zong, was ik nog vrij jong. en ik had hem altijd een herinnering. En wat ik altijd bij hem vond, ik ging hem, toen ik nu met die opdracht bezig was, vergelijken met,
met hem en dat moment, die tijdsverschil wat erin zit. En hij droeg altijd, dat vond ik een chic kostuumetje. Had hij aan, dat heb ik hier in die vlaggen ook gelaten, zichtbaar gemaakt. Omdat de tijd, in die tijd zoals hij speelde, ja, dat was de tijd dat het ook zo was. Het was zo. En ja, goed, dat vond ik dan toch wel belangrijk als ik de mensen zie, die muziek nu is, die is veel heviger, veel dynamischer. Hij ging toch uit van ja, een soort rust, zou ik maar zeggen, een soort emotie. Die mensen toch fantastisch vonden. En dat heb ik ook geprobeerd hier in het bovenstuk teweeg te brengen, die melodie. En ook die melodie heeft dan weer iets te maken met ons landschap, waar hij helemaal in thuis hoorde, vond ik. Het dierbaarste liedje is voor mij toch het heukske. Daar zit een soort vrolijkheid in, een soort kwinkslag, want ik denk van, ja, dat is pa. Wendig eens bij Petrus kom, klopt al aan de deur. Daar zit er jong, kom doe maar in, dus steest er heel goed voor.